Hoi, wat fijn dat je kijkt naar deze online dienst van Celebration Church Netherlands. Wat bevinden we ons in een unieke situatie? Dat we kerk vieren in de huizen? Ik ben heel benieuwd naar twee dingen. En het eerste is, hoe kijk jij de dienst? Ben je samen, alleen? Of heb je allerlei kinderen rondrennen? Ik zou het echt gaaf vinden als je daarvan een foto op social media zet met de hashtag CCTheTable. En het tweede is, hoe gaat het eigenlijk met je? We hebben de mogelijkheid om een comment te plaatsen hieronder in YouTube of als je via Facebook kijkt, hier aan de zijkant met de live chat. En we willen gewoon heel graag weten hoe het met je gaat. Dus dat horen we graag. En als ik voor mezelf mag spreken, vind ik het echt zo bijzonder hoe wij de afgelopen weken hebben toegeleefd naar dit moment. Hoe we de preekserie hadden van The Table en nog steeds volgen. En hoe we het hebben gehad over thuis, priester zijn van je eigen huis, verantwoordelijkheid nemen, tijd nemen voor je gezin en werken aan die band. Nou, als het moment daarvoor is, dan is het dit moment. En daarom ben ik ook zo blij dat je hier bent vandaag. Na de dienst hebben we nog de mogelijkheid om samen met je gezin avondmaal te vieren uiteraard. Maar we hebben ook een digitale mogelijkheid via Zoom om met elkaar te bidden en avondmaal te vieren. En ik heb dat vorige week gedaan en dat was echt al zo'n bijzonder en eigenlijk verrassend intiem moment. Dus ik wil je daar echt voor van harte uitnodigen. Ik weet dus niet hoe jij erbij zit thuis, maar één ding weet ik zeker. Het gaat een krachtige tijd worden. Met een mooie boodschap van pastor Sebastiaan en daarna nog de mogelijkheid om digitaal of in je gezin bij elkaar te komen en te bidden en avondmaal te vieren. Ik wil ook nog een bemoedigende tekst met je delen. En dat is, God heeft ons zijn geest gegeven. En niet om bange mensen van ons te maken, maar om moedige mensen te zijn, vol met liefde en geduld. En ik wil je uitdagen om daar de komende week mee aan de slag te gaan. En iedere keer als je je zorgen maakt, het om te zetten naar een gebed. Want ik weet zeker dat God deze tijd wil gebruiken om ten goede te keren. Dan gaan we nu over naar een moment van geven. En het mooie is dat de kerk gaat niet alleen om het gebouw, het gaat juist om ons als kerkfamilie. En dat we daarin allemaal ons steentje bijdragen. In tijd, in energie, maar ook financieel. Dat we onze tienden mogen geven en dat we onze giften mogen geven. En dat we zo mogen werken aan het verkondigen van het evangelie van het koninkrijk. En dat kan juist nu bij jou in de buurt. En dat maakt het wel heel bijzonder. Maar ook door middel van de zendelingen die we hebben als kerk. Ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel voor dit moment. Dat we bij elkaar mogen komen in onze huizen. En dat we toch zo sterk die verbinding mogen voelen met elkaar, maar ook met u, Heer. Ik wil u vragen of u dit huis wilt vullen met uw glorie. Dat wij dat echt mogen ervaren. Heer, wilt u ook onze oren en onze harten openen voor het woord wat Sebastiaan gaat brengen. Wilt u ook hem zegenen dat de woorden die hij mag spreken, dat die namens u mogen zijn en dat die in onze harten mogen belanden. Vader, wilt u ook de giften zegenen die wij hebben gegeven, dat die juist terecht mogen komen en dat die vrucht mogen dragen voor uw koninkrijk, Vader. Dat vragen we in Jezus' naam. Hey, dit is Sebastiaan hier vanuit mijn kantoor in de kerk. Een plek waar ik niet veel kon deze weken met advies om in zoveel mogelijk thuis te zijn. En ik denk dat we allemaal wel iets meemaken daarvan op verschillende manieren. Mensen die thuis moeten werken, kinderen die we thuis moeten houden. Het is een heel wat georganiseerd voor de meeste van ons. En afgelopen week was de eerste week dat we natuurlijk thuis in de huizen samenkwamen in plaats van in ons gebouw in Hilversum of Huizen. Maar ik geloof echt dat het een enorme boost gegeven heeft ook aan het geloofsleven in onze gezinnen en bij ons thuis. Het is zo mooi om te zien hoe velen van ons thuis zijn gaan bidden, de Bijbel zijn gaan lezen, ook natuurlijk avondmaal vieren samen. En ook dat willen we vandaag weer aanmoedigen om dat te doen. Weet je, God gebruikt dit soort tijden om werkelijk ons terug te brengen bij de basis. Waar gaat het nou werkelijk helemaal om? Kunnen we
nog zijn kerk zijn, ook als we geen gebouw hebben, ook als we misschien zelfs geen internet hebben. En ik geloof dat we daarvoor nu op dit moment echt daarop nu voorbereid worden, ook als gemeente, als ecclesia, als huizen van licht in de omgeving om ons heen. En vandaag willen we verder gaan met de table preekserie. En de titel van mijn preek vandaag is Sabbath Lockdown. Sabbat Lockdown. En je zult zo ook horen waar ik naartoe ga met die titel. Maar laten we eerst gaan bidden en de Heer vraagt onze harten te openen. Vader, we komen op dit moment tot u. We danken u voor uw aanwezigheid. Dank u, Heer, voor elk persoon hier die op dit moment aan het kijken is naar deze stream, Heer. We willen bidden voor hun gezondheid. Om uw bescherming vragen, het bloed van het lam over elk huis dat deel uitmaakt van onze gemeente. En ook bidden voor hen die ziek zijn op dit moment, of misschien familieleden die ziek zijn. Heer, dat er genezing mag komen, dat we spreken genezing uit over die levens. We willen echt in overeenstemming komen met elkaar, Heer, en met de Heilige Geest, om voor genezing te bidden in die huizen, in die gezinnen. Dat bidden we, Heer, in Jezus' wonderbare naam. En bidden ook, Heer, dat u onze harten opent voor uw woord. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan naar Genesis hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. En deze versen die gaan over de Sabbat. Er staat dit: zo zijn de hemel en de aarde voltooid in heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Als je nu deze verse leest, dan denk je van, oh, de Sabbat, en oh, de wet, en dingen die verplicht zijn, en misschien gaan door jou allerlei ideeën door je hoofd van misschien de tijd dat je opgroeide, dat je in een hele strenge kerk opgroeide misschien, en dat je op de Sabbat, wat eigenlijk helemaal niet de Sabbat was, want het was een zondag, helemaal niks mocht doen. Het zou maar kunnen. Maar weet je, deze tekst werd gegeven lang voordat de wet er was en is ook van toepassing op iedereen. Maar we moeten ook een beetje proberen dat hele idee van het is iets wettisch, dat opzij te zetten. Want er is iets heel moois wat God voor jou en voor mij heeft. En we hebben het er ook al eerder over gehad, maar ik wil het nu op een andere manier ook bij je brengen. Omdat ik geloof dat het ook een heel profetisch woord is voor jou vanuit deze teksten, vanuit deze tekst en vele andere teksten die ik zal gaan delen vandaag, die een enorme impact zal hebben op jouw leven en op onze gezinnen en op onze gemeente. Maar Genesis 1, het hoofdstuk voor wat we net lazen, het eerste hoofdstuk van de Bijbel, laat ons zien dat we naar Gods beeld geschapen zijn. Dat we geschapen zijn om zijn beelddragers te zijn, om hem uit te beelden, om hem eigenlijk ook te representeren in de wereld om ons heen, om God te vertegenwoordigen. En dat betekent dus ook dat als God rust van zijn werk, dat wij ook geroepen worden om te rusten van ons werk. Weet je, als je kijkt naar de 10 geboden, je ziet dat het heel duidelijk daar ook wordt weergegeven. En natuurlijk zijn de 10 geboden gericht op het volk Israël. Maar ook die 10 geboden die daarin verwoord worden, zijn eigenlijk van toepassing op de hele schepping. Want, weet je, spreken over dat we niet mogen moorden, spreekt erover dat we niet achter de vrouw van onze buurman aan mogen lopen en vele andere dingen. En de Sabbat maakt er ook zo belangrijk deel van uit. Exodus 20 vers 8 tot en met 11 staat dit: gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Met andere woorden, dat u die anders maakt dan alle andere dagen van de week. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. God zegent dus de Sabbatdag, laat er zijn zegen op rusten en hij heiligt hem ook. Met andere woorden, hij maakt hem als een dag die anders is dan alle andere dagen van de week. Je vraagt je af, wat moeten we hier nu mee in deze tijd? Wat moeten we hier nu mee in wellicht het einde van de einde der tijden waarin we nu leven en de toekomst die we in ook mogen gaan straks met Jezus, als de nieuwe hemel en aarde samenkomen? Daar spreekt Jesaja 66 over. Want zoals de nieuwe hemel, de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heer. Zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht,
zegt de Heer. Van Sabbat tot Sabbat. Dus zelfs in een nieuwe hemel, in een nieuwe aarde, zal er nog steeds een Sabbat zijn. Zal er nog steeds die rustdag zijn. Zeg maar. En ik ga dat straks in het Nieuw Testament perspectief ook plaatsen. Maar er is dus een Sabbat ook in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Een Sabbat die niet alleen geldt voor Israëliet of Hebreeën of Jood of hoe je het wil noemen. Maar voor iedereen, voor alle vlees. Jood en heide, jong en oud, zwart en blank, man en vrouw, maakt niet uit. Het geldt voor iedereen. Maar waarom is die Sabbat dan zo belangrijk? Even terug naar het scheppingsverhaal. Weet je, als je kijkt naar wat er gebeurt, de eerste 6 dagen wordt er van alles geschapen. En op de 7e dag rust God. Maar het scheppingsverhaal is een verhaal van 7 dagen, niet van 6 dagen. Ook al zijn er sommige mensen die denken van, oh ja, de schepping werd voltooid in 6 dagen. Maar nee, er gebeurt iets extreem belangrijks op die 7e dag. Sterker nog, dat is eigenlijk misschien wel het toppunt, het hoogtepunt van de hele schepping die plaatsvindt. Er gebeurde niks fysieks op die 7e dag. Er werd niks geschapen. Er wordt ook verder geen wetenschappelijke uitleg gegeven wat er op die dag gebeurde. Sterker nog, de hele 7-daagse schepping of 6-daagse schepping, hoe je het ook wil noemen, dat is geen wetenschappelijke verklaring van wat God deed zoveel duizend jaren geleden, of misschien wel miljoenen jaren, hangt ervan af hoe je daarover denkt. Het is geen wetenschappelijk boek, de Bijbel. Ja, natuurlijk, God spreekt de wetenschap niet tegen, maar de Bijbel is geschreven niet aan ons, maar wel voor ons. Het is geschreven aan de mensen die op dat moment de hoorders waren. Dat waren niet mensen die nadachten over een fysieke schepping. Het waren niet mensen die dachten over de wetenschap achter de schepping. Nee, het enige waar zij geïnteresseerd in waren, was andere taal. En dat ging over het feit dat er een God is die orde schept uit chaos. En er was een bijzondere betekenis daarachter hier die voor ons essentieel is daarin. Dag 7 gaat namelijk over rust. En niet rust in de zin van even een tukkie doen. Weet je, God heeft geen tukkie nodig. Maar het is als in het stoppen van een activiteit van orde brengen. Dat is wat God deed op die 7e dag. God neemt zijn intrek in de schepping. Als alles klaar is, neemt God zijn intrek in de schepping en woont daar met zijn beeldenaars. Woont daar met zijn schepping en in het bijzonder de mens. De schepping wordt de plek waar God woont. Heilige grond. De hele wereld zou zijn tempel moeten worden. En het begon bij Ede. Ede was de tempel van de Heer. Het was de plek waar God woonde. Want dat is wat een tempel in wezen is. En het was de bedoeling dat een mens als beeldenaar van God, die heerschappij, dat koninkrijk van God, die plek waar God woonde, van Ede, dus uit zou spreiden over de hele wereld. Zodat de hele wereld een tempel zou worden van de Heer. Zodat de hele wereld net als Ede zou worden. Als je kijkt naar het scheppingsverhaal, is het heel erg vergelijkbaar met andere kosmologie, andere verhalen, zeg maar, over het ontstaan van de wereld. Omdat het uitlegt hoe Yahweh, de God van Israël, zijn intrek neemt in de schepping. Het belangrijkste verschil alleen met de andere kosmologieën is dat in die andere kosmologieën gaan de goden onder de mensen wonen, omdat ze willen dat de mensen voor hun gaan werken, omdat ze willen dat de mensen gaan voorzien in het noden van de goden. Maar onze God Yahweh, die heeft helemaal niks nodig. Die is zelfvoorzienend. Hij wil alleen maar bij de mens wonen, omdat hij ons geschapen heeft om zijn familie te zijn. Omdat hij wil dat wij samen bij hem aan tafel schuiven. Zodat we inderdaad die familie ook op die manier gaan uitbeelden met hem. En het scheppingsverhaal laat zien dat God wilde dat de hele aarde heilige grond zou gaan worden. Beginnend dus bij de Hof van Eden en dat het over de hele wereld zou gaan verspreiden. Zich zou gaan verspreiden. Natuurlijk gooide de zondeval roet in het eten. En werden Adam en Eva uit de Hof van Eden gekikt. En toen het plan dus faalde, koos God een stukje grond uit aan de oostkust van de Middellandse Zee. Wat in de tijd van Abraham en Isaac enzovoort Canaan genoemd werd. En dat was ook God, een meer specifieke aanduiding was bijvoorbeeld Sion, de berg Sion in Jeruzalem. Dat was de plek, zeg maar, de heilige grond, de plek waar God wilde wonen met zijn volk. En toen uiteindelijk was het de tempel in Jeruzalem. De plek waar God woonde in die stad. Maar je moet hier de gelijkenis even zien. Die is zo super interessant. Salomo, die bouwt een tempel voor de Heer. Vele duizenden of ik weet niet hoe lang nadat God de hemel en de aarde geschapen heeft.
God, Salomo die bouwt die tempel. Die gaat vervolgens, als hij rust van zijn werk, dan wijdt hij het in en neemt God intrek in die tempel. En dat is een heel iets bijzonders wat er dan gebeurt, weet je. De aanwezigheid van God, die komt eigenlijk als een soort van wolk in die tempel. En de priesters, dienstdoende priesters, die kunnen niet eens meer blijven staan vanwege die krachtige manifestatie van Gods aanwezigheid in die tempel. God neemt zijn intrek in zijn huis. Hij neemt zijn intrek in een gebouw wat alleen maar een paar stenen waren. Tot dat moment dat God zijn intrek neemt. En op dat moment wordt het pas de tempel. Op dat moment wordt het pas heilige grond. En je ziet hier de vergelijking tussen de hele schepping, de aarde, die heilige grond wordt op het moment dat God rust daarin, op die zevende dag. Je kunt het vergelijken met die tempel, die pas een tempel werd op het moment dat God daarin ging rusten. Op dat moment dat God daar eigenlijk bezitting van nam en daar ging wonen. Op het moment dat Salomo klaar was en de tempel inwijdde tot de Heer. Dat was het moment waarop het pas een tempel werd. Onder het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, in deze nieuwe tijd eigenlijk waarin wij als kinderen van God tempels zijn van de Heilige Geest. We zijn geroepen om tempels te zijn. We hebben God die in ons woont. En we zijn geroepen om zijn beeld te dragen in deze wereld tot de dag dat de hemel en aarde weer samenkomen, zoals je dat ziet in Openbaring. Tot het moment dat we bij het bruiloftsmaal van het Lam mogen aanschuiven. En dan zie je echt dat het cirkeltje rond is. En daarom zeg ik ook vaak dat de beste ondertitel voor de Bijbel van Eden tot Eden zou moeten zijn. Van het begin bij Eden en het eindigt bij Eden. In het Bijbelboek Openbaring. Terug naar Gods oorspronkelijke plan. En dat is het moment waarop Gods koninkrijk en al haar volheid gemanifesteerd zal worden. En dan zullen we een soort van eeuwigdurende Sabbat in mogen gaan met God. En de Sabbat die herinnert ons aan dat Yahweh onder zijn mensen wil wonen. Dat God in onze huizen wil wonen. Dat als we leven als zijn familie, dat hij erbij wil zijn. Het is niet een soort van religieus regeltje om ons te pesten op die ene dag per week. Nee, het is een herinnering aan het feit dat hij onder ons wil wonen. Maar helaas, Israël die overtrad het Sabbatsgebod. En toen ze er consequent niet in slaagden om die Sabbatsdag te heiligen en apart te zetten voor God. En het land zelf ook Sabbatsrust te geven 1 keer in de 7 jaar. Daarmee legde Israël eigenlijk het land in juk op. Net als het anti-Eden wereldsysteem. Net zoals Babylon, net zoals Egypte. En God moest toen de beslissing nemen om zijn eigen volk te ontwortelen uit Canaan, naar het beloofde land, en hun te brengen naar Babylon. Om daar vervolgens zelf eerstehands te ervaren wat het is om onder dat juk te leven. 2 Kronieken 36 beschrijft dat. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de Heere dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn profeten. Met andere woorden, de bode staat daar, maar even bedoeld de profeten. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar ze spotten met de bode van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk. Tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was. Toen deed hij de koning van de Galdeeën, met andere woorden Babylon, tegen hem optrekken. Die een jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen alle in zijn hand. Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de Heer en de schatten van de koning en zijn vorsten. Dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis van God, braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur. Zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronden werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Persië ging regeren, om het woord van de Heere bij monden van Jeremia gesproken te vervullen, tot het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de 70 jaar vervuld waren. Met andere woorden, God geeft een soort van verplichte sabbatsrust over het land, het beloofde land. Die heilige grond die hij bestemd had. De tempel die wordt verbrand, wordt vernietigd.
Dan zou je denken, waar is God in dit alles? Is het nu nog wel heilige grond? Maar, weet je, God moest hen laten voelen, moest zijn volk laten voelen hoe het is om te leven in een situatie waarin je onderdrukt wordt. Dus voerde hij ze af naar Babel om het eerstehands zelf te ervaren. Het goede nieuws was dat God niet gebonden was aan zijn land. Hij was niet gebonden aan zijn tempel. Hij ging mee met de ballingen, met Israël, in ballingschap naar Babylon toe. Hij was daar bij ze tot het moment dat ze terug zouden keren naar het beloofde land. Zou het zo kunnen zijn dat de huidige crisis waarin we zitten, dat God die toestaat, ik geloof niet dat God dit zelf veroorzaakt is, dat God bezig is verwoesting te brengen, dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat hij die huidige crisis gebruikt omdat we een soort van anti-Eden systeem gecreëerd hebben, wat heerst over dit land, wat een juk gebracht heeft over dit land, en zelfs de hele wereld. De hele 24-7 economie, 24-uurse economie, dat soort dingen. Kan het zijn dat God de huidige crisis gebruikt om ons gedwongen te laten rusten? En niet alleen wij als gelovigen, maar het hele land. Het hele volk. Je weet dat er veel angst is over de economie. Dat gaf onze eigen minister-president in zijn hele goede boodschap aan op afgelopen maandag. Maar tegelijkertijd geloof ik op het moment dat wij terugkeren naar Gods principes. En deze periode gebruiken als een soort van verplichte Sabbat lockdown. En gaan leren wat het is om een Sabbat te hebben in ons eigen leven. Die rust te hebben, die vrede te ervaren van God daar ook in. Dat die economie weer op gang gaat komen. En dat die alleen nog maar beter gaat worden na afloop van deze situatie. Ik geloof het echt. Weet je, ik geloof dat we daarom ook Gods aangezicht moeten gaan zoeken. En ons gedrag moeten gaan veranderen. En wie weet, ik geloof echt dat God ons land kan herstellen en kan genezen. Weet je, in hetzelfde Bijbelboek, 2 Kronieken, eerder in dat hoofdstuk, daar zie je hoe de koning Salomo, hoe hij de tempel bouwt. En eigenlijk oog heeft voor alle details van die tempel, hoe het moet zijn. Maar je ziet dan dat als hij klaar is met het werk, dat hij dan vervolgens aan het bidden is, dat die tempel inwijdt. En dan spreekt opeens Yahweh tegen hem. God spreekt tegen hem en zegt dit tegen hem. 2 Kronieken 7 vers 13, bekende tekst. Wanneer ik, oftewel God, de hemel sluit, zodat er geen regen valt. Of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden. Of wanneer ik pest onder mijn volk zend. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ook moet buigt en bid. En zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen. Dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Deze tekst die heb ik zo vaak bij stilgestaan, omdat ik zo'n verlangen heb dat God opwekking gaat brengen in ons land. Maar ik geloof dat we nu in een tijd zijn aangekomen waarin deze tekst reëler is dan welke andere tekst dan ook. Ik geloof dat dit super profetisch is voor ons vandaag de dag. Dat wij dit patroon moeten gaan volgen. Dat we eenparig moeten gaan bidden. Niet alleen binnen Celebration Church Nederland, maar ook met alle andere kerken, alle andere ware kerken waar Jezus centraal staat, die loyaal zijn aan Jezus. En dat we samen de naam van God moeten gaan aanroepen en dat hij werkelijk genezing wil gaan brengen. Wat zo mooi is in deze tekst, is ook dat er een aantal dingen worden beschreven hier die we eigenlijk zien gebeuren in de wereld van vandaag de dag. Er wordt gesproken over dat er geen regen is. Nou, denk aan Australië, slechts een paar maanden geleden. Hoe droog het daar was en al die bosbranden die daar plaatsvonden, alle paniek die er was in dat deel van de wereld. Denk ook aan Zuidelijke Afrika. Vince en ik waren daar zelf in november bij onze goede vriend Pastor Dixon van Celebration Church Zimbabwe. Hoe droog het daar is. Verschrikkelijk. Denk aan die sprinkhanen die hier genoemd worden. Ik heb het opgezocht toen ik deze spreek aan het voorbereiden was en ik zag dat in Kenia dat er enorme plagen sprinkhanen over het land zijn gegaan die echt alles wat ook maar eetbaar is, hebben kaal gestript eigenlijk. Sprinkhanen. En als laatste wordt er gesproken over de pest. Ja, de pest heerst niet meer in dit deel van de wereld. Maar kan het zijn dat de schrijver van 2 Kronieken geen beeld had bij het coronavirus. Die termen nog niet kende. Maar dat wat we nu ervaren met het coronavirus zo dicht ligt bij het verhaal van die pest van weleer. Het coronavirus is de pest van vandaag de dag. En heeft een enorme impact gehad in Azië, nu in Europa. Het gaat de hele wereld over. Maar dat zijn momenten als dit soort dingen gebeuren om,
om niet langer alleen maar te proberen dit in onze, op onze natuurlijke manier het op te lossen. En met quarantaine en weet ik voor wat voor andere oplossingen. Maar dat we ook echt het aangezicht van God gaan zoeken. Dat we echt naar hem toe gaan in deze situatie. Dit is een geestelijk probleem met een natuurlijke, met een fysieke uitwerking. Maar we moeten teruggaan naar het geestelijke probleem hier. Ik geloof dat de sleutel tot doorbraak ligt bij een groep mensen. De mensen over wie zijn naam is uitgeroepen. Gods naam is uitgeroepen. De naam van Yahweh is uitgeroepen. Dit zijn de mensen die geroepen zijn om zijn beeldenaars te zijn. Om hem te vertegenwoordigen in de wereld om ons heen. En wat moeten ze dan doen? Heel simpel, de tekst zegt het. Weet je, ze moeten zich in ootmoed buigen voor de Heer. Met andere woorden, het is een beetje een ouderwetse woord, maar ons verootmoedigen, ons vernederen voor zijn aangezicht. We moeten met andere woorden hebben een hartsgesteldheid nodig van nederigheid. In plaats van arrogant te zijn, nederig te zijn. Tweede ook, we moeten bidden. We moeten onze gebedsverzoeken bij hem brengen, onze lijstjes bij hem brengen. Maar dat moet wel verankerd zijn in een goede relatie met hem. En dat is het derde. Dat is dat we zijn aangezicht moeten zoeken. Met andere woorden, we moeten meer verlangen hebben naar zijn aangezicht dan dat we hebben naar zijn handen. De dingen die hij voor ons kan doen. En het gaat hem om die intimiteit met hem. Om die relatie die we als zijn volk met hem mogen hebben. Ook mogen we ons bekeren. Moeten we ons bekeren van onze slechte wegen. En ja, je kunt het hier hebben over dingen als abortus en de seksuele zonde van ons volk. En ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen, maar het gaat hier denk ik over iets anders. Het gaat hier over het juk wat we het land hebben opgelegd. Het juk van altijd maar werken, 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 totdat je er dood bent neervalt. Nee, we hebben onszelf beroofd van de Sabbatsrust en de mensen die voor ons werken beroofd van de Sabbatsrust. En het is van belang dat wij gaan ervaren wat het is dat wij weer die Sabbatsrust ingaan die God voor ons bestemd heeft. Op het moment dat we dit soort dingen gaan doen, dan gaat God uit de hemel horen. Hij is trouw aan zijn belofte. Dan zal hij onze zonden vergeven. Dan zal hij ons land ook genezen. Dus moeten we dit ook serieus nemen. Een paar dagen geleden deelde ik een profetie van een bekende profeet genaamd Chuck Pierce. En ik ben niet heel erg bekend met hem. Maar wat ik wel weet is dat hij een van de meest betrouwbare profeten is. Met andere woorden, mensen is die het woord van God horen en doorgeven. En hij zei van, er gaat iets komen over de wereld heen. En hij beschreef zoiets als corona. Dit was nog voordat die crisis zich voordeed. En het gaat heel snel komen, maar het gaat ook heel snel weer weg zijn. Nog voordat de Pesach komt. Nog voordat Goede Vrijdag komt. En ik geloof werkelijk dat daar ook een geestelijk principe achter zit. En daar wil ik het zo over hebben met jullie. Want er is iets wat God van ons vraagt om te doen. En dat is het bloed aan de deurpost te doen. Het bloed van Jezus aan de deurpost te doen van ons huis. Natuurlijk niet fysiek, maar geestelijk gezien. Weet je, ik geloof werkelijk dat God deze crisis rondom de coronavirus gebruikt om het anti-Eden systeem wat we hebben opgebouwd. Van werken, werken, werken. Totdat je erbij neervalt. Om daar oordeel over te brengen. Maar dat is goed nieuws voor ons allemaal. Ik zie heel erg een parallel met het verhaal van de Israëlieten die in Egypte waren. En die brutale slavendrijvers hadden. Die hun maar continu lieten werken. Hun niet de rust gaven, de tijd gaven om Sabbat te hebben. Om tijd door te brengen met hun gezinnen. Ze moesten maar productie blijven leveren. En God zegt nee, ik ga oordeel brengen over Egypte en haar goden. En dan zijn er 9 plagen die voorbij komen. En dan komt de 10e plaag. De voorbereiding daarvoor. En God zegt tegen de Israëlieten van hey, slacht een lammetje. Neem wat van het bloed. Strijk het op de deurposten. De deurpost van je huis. Zorg ervoor dat je dat doet. Want dan als ik straks door de straten waar van jullie stad. Dan zal elke keer als ik het bloed van het lam zie. Zal ik aan het huis voorbij gaan en naar het volgende huis gaan. Om te kijken of daar misschien ook bloed aan het lam is. Zo niet ga ik daar naar binnen en zal de eerstgeboren zoon zal sterven. Zo, als er wel bloed is ga ik door naar het volgende huis. En ik geloof dat ook iets is wat voor deze tijd geldt. Weet je, God wilde het wereldsysteem van Egypte veroordelen en haar goden en haar heersers. En dat is wat er gebeurde. En God doet dat ook in onze tijd, met waar we nu in zitten. De Israëlieten konden de Sabbatsrust niet houden vanwege het systeem waar ze onder zaten. Ze konden niet datgene wat God zo graag wilde dat ze dat zouden ervaren voor zichzelf. Maar God maakt dus een onderscheid tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. Tussen de onderdrukte en de onderdrukkers.
En het was het bloed van het lam aan die deurposten. Dat was hoe God zag bij welk huis hij naar binnen moest gaan om de eerstgeborene tot een einde te brengen of niet. En dat lam dat geslacht werd en geroosterd werd, was hetzelfde lam wat later ook in een familiemaaltijd gegeten zou worden. Aan tafel, met het gezin. Weet je, Jezus is het lam van God. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weet je, niet alleen is hij onze geneesheer en onze beschermer in deze gekke coronatijd, als het virus rondwaart in ons land. Maar hij geneest ons ook van het zondevirus dat in onze harten rondwoedt. En dat virus is nog veel gevaarlijker dan het coronavirus. Echt veel gevaarlijker. Dus laat deze gedwongen Sabbat, deze Sabbat lockdown, laat die je terugbrengen naar de familietafel. Laat die je terugbrengen naar het lam van God, Jezus. Laat die je terugbrengen naar heelheid. Terug naar de plek waar jij je loyaliteit volledig geeft aan Jezus. Het lam van God, de koning der koningen. Jezus is ook de Heer van de Sabbat. Hij is onze ultieme Sabbatsrust. Hebreeën 4 vers 9 en 11 zegt dit. Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust. Zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. Door de Sabbat mogen we ook weten dat wie God is, dat hij God is en dat wij dat niet zijn. Ezechiël 20 vers 12 zegt dit. Ook heb ik hun mijn Sabbatten gegeven om een teken te zijn tussen mij en hen. Zodat zij zouden weten dat ik de Heere ben die hen heiligt. Door de Sabbat mogen we erbij stilstaan wie God werkelijk is. Zorg ervoor dat we niet langer meer aan voorbij rennen wie God is. Dat hij van ons houdt, dat hij een plan heeft met ieder van ons. Weet je, ik wil afronden. Maar er zijn nog 6 dingen die we kunnen doen en zouden moeten doen. Op het moment dat wij een verplichte Sabbatsrust moeten houden zoals deze. Sabbat lockdown. 6 dingen. Eerst is deze. Je brengt tijd door met je familie. Terwijl je aan het rusten bent. Breng tijd door met je familie terwijl je aan het rusten bent. En rusten betekent niet een aaltje knappen. Maar rusten betekent genieten van elkaar. Genieten van elkaars aanwezigheid. En van God, dit is een tijd die je nu door mag maken met je kinderen. Het is nogal confronterend soms. Maar het is een tijd die je misschien, als dit allemaal weer is opgeklaard, nooit meer zal komen. Maar dan kunnen we wel ervoor zorgen dat er patronen ontstaan in onze gezinnen die gezond zijn. Die we met ons mee gaan nemen straks als de economie weer draait. Als ons gezin weer draait zoals het zou moeten draaien. Tweede ding wat je kunt doen als je een verplichte Sabbat moet houden. Is dat je tijd doorbrengt rondom de tafel. En dat je ook andere mensen uitnodigt rondom die tafel. Dat is waar het om gaat met de Table Break serie waar we in zitten. We mogen aan tafel aanschuiven. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn. Als je ziek bent, ga niet bij iemand anders op bezoek. Zodat je hun niet infecteert. Weet je, we kennen allemaal de richtlijnen. Maar laat het ook ons niet uit elkaar drijven in deze periode. Laten we elkaar blijven opzoeken. Of het nou online is of fysiek. We moeten zoeken elkaar op. We gaan met elkaar aan tafel. Derde ding wat je kunt doen als je een verplichte Sabbat moet houden, is dat je bestudeert en onderwijst. Het woord van God bestudeert en onderwijst. Ook aan je kinderen, ook aan je vrienden, ook aan je familieleden. Jezus deed dat. De synagoge binnen en gaf onderwijs. Paulus deed het ook. Hij ging ook naar de synagoge toe en gaf onderwijs. Vierde punt is dat je bidt. We zoeken God in gebed. Vijfde is dat we ook goede werken blijven doen. Dat is ook iets wat je mag doen op de Sabbat, weet je. Het is menselijke regeltjes en wetten die zeggen van, hey, we mogen helemaal niks doen. We mogen alleen maar zachtgereinigd in ons huis blijven zitten. Maar nee, we mogen mensen helpen. We mogen mensen die in nood zijn helpen. En dat kan misschien betekenen in deze tijd dat je misschien niet bij ze naar binnen gaat. Dat je misschien oppast op het moment dat ze ziek zijn. Maar we kunnen best wel checken of onze buren misschien nog genoeg boodschappen hebben. Omdat ze misschien in huis opgesloten zitten omdat ze zelf ziek zijn of omdat ze misschien een conditie hebben dat het coronavirus extra gevaarlijk is voor hun. Maar laten we onze ogen open houden, voor elkaar zorgen en werkelijk elkaar helpen in deze moeilijke periode. Elkaars harten zoeken ook daarin. Zesde en laatste punt. We houden avondmaal om loyaliteit aan Jezus te demonstreren als individu, als gezin
en als Ecclesia, als hele kerk van Jezus. Zo belangrijk. Laten we avondmaal houden, week in, week uit, in deze periode. Laten we inderdaad gewoon op die manier onze loyaliteit aan Jezus demonstreren, zodat ook de overheden en de machten weten dat zij bij ons niet aan het juiste adres zijn. Dat wij bij Yahweh horen, dat wij bij Jezus horen. Dat is wat we mogen proclameren in deze tijd. En ik geloof werkelijk dat God deze fase gebruikt om dit werkelijk tot op het bot te voelen in onze eigen levens en onze gezinnen. Dat dit echt deel begint uit te maken van wie wij zijn. Als we de kerk ook in ons huis hebben. Weet je, ook straks als alles weer normaal is, blijven we de kerk ook zijn in onze eigen huizen. Ik wil eindigen met twee versen van Jesaja 58, vers 13 en 14. En het zijn versen die opgeschreven zijn in de context van vasten. Staat dit: indien u uw voet van de Sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wil. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heere geheiligd wordt, die geëerd moet worden. Indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vruchten scheppen in de Heere. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde en ik zal u voeden met het erfelijke bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Ik weet niet hoe het met jou gesteld is, maar ik wil die vreugde van de Heere ervaren. Ik wil rijden op de hoogte van de aarde. Ik wil die erfenis die God voor mij heeft claimen voor mijn eigen leven. En natuurlijk was het een erfenis voor Jacob, voor, met andere woorden voor Israël. Voor het volk Israël. Maar wij zijn geënt op de olijfboom van Israël. Wij mogen diezelfde belofte ervaren voor ons eigen leven. Dus vandaar ook dat dit zo belangrijk is. Laten we bidden. Heer, we komen tot u. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer, dat we in deze tijd uw volk mogen zijn. Dat we in deze tijd kerk mogen zijn in onze huizen. Dat we in deze tijd het licht mogen laten schijnen. Ja, wij mogen blijven uitbeelden naar de wereld om ons heen. Zijn liefde te laten zien naar de wereld om ons heen. Of het nou online is of face-to-face. Heer, bescherm ons ook tegen elk virus, tegen elke ziekte ook, Heer, in de naam van Jezus. En Vader, we bidden ook, Heer, dat we in de komende tijd, dat we als gezinnen en als mensen in de huizen, dat we de priesters mogen worden van onze eigen huizen. En dat we werkelijk die geestelijke verantwoordelijkheid mogen nemen voor iedereen die woont in ons huis en iedereen die over de drempel komt van ons huis. Dat we werkelijk hen bij Jezus mogen brengen. Dat we werkelijk de priester mogen zijn daar, Vader. Heer, door samen te bidden, door avondmaal te vieren, door uw woord te bestuderen. Heer, we leggen alles neer bij u, Heer. In Jezus' naam. Amen. We zijn heel dankbaar dat je deze dienst hebt gevolgd met ons. En we willen je nu vragen, als je daar aan mee wilt doen, dat je de druivensap klaarzet en de matzes klaarzet. En dat je of met je gezin het avondmaal gaat vieren en samen de tijd neemt om te bidden en elkaar te zegenen. Of dat je via de online dienst, direct na deze dienst, dat je intuned en dat je meedoet via Zoom. En dat we zo digitaal met elkaar kunnen bidden en het avondmaal kunnen vieren. Als laatste wil ik nog over jullie de zegen uitspreken. De Heer zal jullie gelukkig maken. Hij zal jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en Hij zal voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en Hij zal jullie vrede geven. In Jezus' naam. Amen. Fijne week.